zijn toegekomen aan Villa Sébastien. We hebben weinig informatie over deze villa. En ik weet niet eens of we binnen gaan geraken, maar... ik vond het toch weer een mooie. Oei. Alarm. Hier, secured by ADT. Er staan nog paraplu's binnen nog. Daar zie ik toch een ingang. En het ademt hier een beetje urbex met die stoelen en die tafels hier buiten. Ook met deze oude fiets. Kijk, dat was nog in de tijd dat alle fietsen geregistreerd stonden met zo'n plaatje. Dat is een oude fiets hoor. Tja, we zullen eens binnen gaan kijken hè. Het alarm staat gelukkig niet aan. Dat moest ik dus wel eerst even checken. Dus mensen, we zijn hier binnen in Villa Sébastien. Of Sébastien, ik weet het niet. Sébastien, Sébastien. Oh, en hier ligt nog een lekker stukje brood. Kijk jou. Kei vers. Fred Perry. Oh, kijk, hier ligt 1000 euro van Monopoly. Ja, een bizarre locatie weer al. Ik veronderstel dat dit de computertafel geweest is. Het staat hier vol met bureaustoelen. Oh jong. The living. Een boek over de balalaika. Zat hij de balalaika speelt? Ja, ja, ja. En een boek van onze paus. Ik denk natuurlijk wel weer cultureel geaarde mensen. Al die spulletjes hier. Oh, kijk hem. Een boenmachine. Een boenmachine voor het parket te boenen. Och, kijk aan dit oude kacheltje. Dat is echt om je kot met brand te steken hoor. Die oude valies hier. Puss in Boots. Wel weer rommelig. Maar check deze mooie luster. Een soort tussenplaats met een lavabo. Beneden is een kelder,
Zullen we eens kijken? Oh, wat een leuke keuken. Wat een leuke keuken. Alle spulletjes zijn hier nog. Oh, lekker Beemserkaas. Ja, ja. Dat is nog een goede kaas, alhoewel, hij heeft wel al een beetje vorm gekregen. De potten staan hier op het vuur. En hier is nog bijna niks getrashed. Speciaal. Heel speciaal. Ja, hier is wel wat rommel gemaakt, maar ik bedoel, echt kapot gemaakt is hier nog niks. Durms. Schoolkalender 2014-2015. Opgelet, het is heel glad in de kelder. Voor de schuilplaats. Voor de schuilplaats? Waar er water is. Ik heb het een beetje getrokken, maar het volstaat niet. Hé, hey, hier staat dat briefje dat er een schuilkelder in de kelder is beneden. En? Diepvries. Oh, een remork. Wat is dat? Ah, dat is een garage. Ja. Hier kunnen we wel omhoog. Dus als we niks anders vinden, dan komen we terug naar hier. Gewoon eens in die kelder kijken, of hè? We zullen eens op zoek gaan naar de schuilkelder. Oh, check die elektriciteitskast. Dat is echt nog van voor de oorlog, zijn maat. Hier is de stookkot. Goh, wat is dat, ja? Kolenkot of zo. Ik denk dat hier de kolen gelegen hebben. Dat ziet er een oude fles uit. Wijnkelder. Of de champagnekelder. Oh, het is er al goed gestut, precies. Zal dat de schuilkelder zijn, hè? Vlak voor de schuilkelder, waar dat er water staat, kijk. Alleen een dompelpomp ook. Volgens mij is dit een soort schuilkelder, hè? Misschien is er achter de hoek nog iets. Maar dat ziet er alleszins wel kikjes aan, wat voor een betonnen plafond. Zal dat echt zijn vanuit de oorlog? Dit huis heeft natuurlijk ook wel al een beetje leeftijd. Potjes om alles in te bewaren. Bonen. Bonen en pekelering. Je wilt niet weten hoeveel spinnenwebben dat er al aan mijn kop hangen.
ook hier in de inkomhal weer een prachtige luster. Check wel een deur. Mooi. Echt mooi. Oh. Kijk, de begroeiing, hoe dat hier al binnenkomt. Dat is het begin van het einde. Een rommelkotje. Een been voor de wouwkont. Dit is een deur naar buiten. Dit is waar ik er net was. Dan is het tijd om naar boven te gaan. En bekijk die trappen ook eens. Er zitten overal van die haakjes op, dus hier heeft vroeger een tapijt op gelegen. Maar wat een pareltje. Kijk dit dan. Vertrouwde je dan nog om op te wandelen? Ja, dat ziet er inderdaad een plankenvloer uit. Vet, hè? Ja. Dit is wel maar een beetje een rare kamer. Hier ligt vrouwen ondergoed op de grond. Hier staat zo'n tafeltje met nieuwe kussens lopen en een handdoek. We vermoeden een beetje dat een heroïnehoer of zo hier haar werkplaats gemaakt heeft. Dat is die kamer waar we juist binnen geweest zijn. Check dit af. Check dit af, jongens. Hoe prachtig en hoe onaangeraakt. Je zou toch echt verwachten dat dit al helemaal getrashed was. Kijk, wat een mooi bed, jongen. Die kast. Wow. Is dat ook een boekenrek vol boeken nog? Liefdesromans. Hier op de gang staat hier die freaky kinderbox. Deze oude valies. En dan komen we hier in de badkamer. Man, wat is het hier mooi bewaard. Kijk, de handdoekjes hangen nog op het rek. Er staat nog een parfumetje, een glaasje. Tjonge, jonge, jonge. Hier aan het bed staan zelf nog wat productjes. We zullen ons verder laten verbazen.
kleerkast. Breigaren, lakens. Meegschouw. Oh, jong. Nu enige vorm van vochtschade. Prachtig haartje hier. Prachtige schouw ook. En als ik het goed gezien heb, hebben we hier nog een badkamer. Oh jong. Met zo'n toestel om je haar te drogen. Maar dan de home edition. En ook hier prachtige spulletjes achtergebleven. Eau de Cologne. Typisch voor iets wat oudere mensen. Oh jong. Wat is dat jong? Mondmasker? Wat staat hier op? Er kalm. Ah, dat is tegen de jeuk. Ik dacht dat dat kalmeringsmiddelen waren. Oh kijk, hier heeft vroeger het bed gestaan. En ook weer zo'n leuk lustertje. En ook hier weer een leuke schouw. Met mogelijk een foto van de eigenaars. Maar dat is toch niet echt niet meer een moderne skitunie hoor. Dus dat zal wel al ettelijke jaren terug zijn. Oké, dan is er nog een verdieping. Dit huis blijft ons steeds opnieuw verbazen. Ah ja, in deze kamer ben ik nog niet geweest. Daar was Kurt er net in bezig. Kijk joh. Die oude radio. Dit prachtige bed. En deze leuke koffer die ervoor staat. Met oude krantartikelen. 8 augustus 1955. Kijk, de 10e verjaardag van het bombardement atomiek de Hiroshima. Oh. En dat is een oude bidet. Denk ik. Of een pispot of zo. Deze prachtige make-up spiegel. Stofzuiger. En dan de hele setting van deze kamer. Echt magnifiek. We gaan verder omhoog. Oh, scary ass zolder, hè? Oh, excuseer. Pak jij mijn Kodak eens even mee, alstublieft. Wow. Het
pingpongtafel aan. En dat zal een oude zijn. En daar bedden, het lijkt wel of er mensen geslapen hebben. Voor of achter dat het verlaten is. Wow, joh, al die spulletjes. Al die spulletjes, ja. Echt, echt. Prachtige locatie. Hier voelt de vloer al heel wat minder stevig aan. Dekens. Papieren. Geen idee wat dit is. Gaatjes om de schouw te kijzen. Jongens. Service à crème. 9 pièces. Ver trempé. Dat weet ik niet wat dat wil zeggen, ver trempé. Oké, mensen, we zijn inmiddels weer beneden. Ik vond dit een redelijk prachtige en onbekende woning. En ja, het zit er toch maar weer al eens op hier. Ik zou zeggen, we gaan terug naar buiten en we zien jullie in de volgende aflevering. Tot de volgende, jongens.